Het is het jaar van de vrijwilliger. En in dat jaar staan vrijwilligers centraal. Ook in Bodegraven en Reewijk nemen vrijwilligers een belangrijk deel van alle plezierige dingen voor hun rekening. Er zijn er zo'n 10.000 actief en onder hen is Inge Vroger uit Reewijk. Welkom. Inge, jij werkt voor, bij, met de Wereldwinkel en Fairtrade in Reewijk. Wat is de Wereldwinkel precies? De Wereldwinkel is een coöperatieve vereniging. Die bestaat al 27 jaar in Reewijk. We zijn begonnen met spullen te verkopen onder een kapstok bij iemand thuis. Maar inmiddels hebben we een leuk gebouw bij het winkelcentrum Mierenakker. In het centrum van het hart van het dorp. In het hart van de Reewijkbrug. Ja, 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 oké. Okay, ja. En we verkopen daar Fairtrade producten. Ja, de Wereldwinkel verkoopt Fairtrade producten. Juist. Fairtrade producten, wat zijn dat precies? Fairtrade producten die zijn WFTO gecertificeerd. Dat wil zeggen dat er een organisatie is die kijkt of het klopt dat bepaalde producten Fairtrade geproduceerd zijn in verre landen. Betekent dat meestal de mensen daar een eerlijke beloning krijgen, ja, en fair werk doen? Is dat een, ja, beetje de definitie? Ja, en dat ze hun kinderen naar school kunnen sturen. Heel belangrijk. Ja. Het is eigenlijk een soort hulp bij de ontwikkeling van derde wereldlanden. Dat woord gebruiken we niet zoveel meer, maar dat is het wel. Ja, dat is het, ja. Ja. En dan ben je daar vrijwilliger. Wat doe je dan precies? We zijn met 28 vrijwilligers. Dat is een mooie groep. Waarvan 5 in het bestuur zitten. En de meeste werken een dagdeel in de winkel. Dus een ochtend of een middag. En zo houden we de boel draaiende. Ja, zo houden we de boel draaiende. En jij bent een van die 28 mensen. Ja. Beleef jij veel plezier aan? Ja. Is het belangrijk in je eigen leven geworden? Ja, ik vind het leuk. En ik raak geïnspireerd door collega's. En we hebben zo nu en dan ook buiten de winkel hebben we natuurlijk in coronatijd niet. Maar normaal gaan we ook met z'n allen leuke dingen doen. Zoals Show de Boulot of andere activiteiten. Dus er is een onderlinge band tussen de collega's. Er is een soort, ontstaat een nieuwe gemeenschapje van mensen die met elkaar hetzelfde doel nastreven. Ja. Hoe belangrijk is dan vrijwilligerswerk in je eigen sociale netwerk geworden? Is het de entree naar jouw netwerk geworden? Voor mijn gepensioneerde bestaan is het, ja, alles. Ja. Ja. Het geeft jou nog, zingeving is een heel naar woord. Maar mag je, of een naar woord, een zwaar woord, mag je dat gebruiken? Ja, zeker. Ja, sta je dan 's morgens op en denk van ik mag vandaag weer naar de winkel? Ja. Ja, en dan verkoop je daar spullen, komen mensen binnen, hoe gaat dat? Begrijpen mensen wat de doelstelling is van Fairtrade? Ja, en soms wordt er gevraagd uit welk land komt dit product, wat ze aan het kopen zijn en dat leggen we dan uit. Dus je moet ook nog wat kennis krijgen. Ja. Nou is vrijwilligerswerk vrijwillig. Hebben jullie genoeg mensen? Ja, op, ja, dit moment genoeg. Ja. Zou je zelf nog ander vrijwilligerswerk willen doen? Want je hebt op een bepaald moment gekozen voor de Wereldwinkel Fairtrade, maar je had ook andere keuzes kunnen maken. Nou, ik wil het dan hebben over mijn andere vrijwilligersbaan. Dat is lid zijn van de werkgroep Fairtrade. De werkgroep Fairtrade heeft ervoor gezorgd dat de gemeente een Fairtrade gemeente is. En op dit moment proberen we ook van de gemeente een SDG-gemeente te maken. Zou je dat willen toelichten? Ja. Mag ik even iets erbij pakken? Ja. Er zijn duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties. En Fairtrade zorgt dat 9 van die doelen worden verwezenlijkt. En dat is geen armoede, geen honger, gendergelijkheid, eerlijk werk en economische groei, ongelijkheid verminderen, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, vrede, justitie, sterke publieke diensten, partnerschap om doelstellingen te bereiken. Dus hier helpt Fairtrade bij en wij hopen dat de gemeente een SDG-gemeente wordt. En SDG betekent Sustainable Development Goals, dat is het Engelse woord. Ja, dat is helemaal zo. En
Inmiddels hebben we ook posters opgehangen in het gemeentehuis die ongeveer hierop lijken, maar dan groter. Dus, maar ben je dan een enigszins activistische vrijwilliger, mag je dat zo zeggen? Want het gaat iets verder dan alleen maar dingen doen. Jullie denken ook na over de toekomst van de wereld, van de mensen om ons heen. Ja, we proberen de wereld te verbeteren. Ja. Ja, en is dat een vrijwilligerswerk? Is dat iets wat in je moet zitten? Of heb je dat gedaan toen je je aansloot bij deze organisatie? Wij zijn een heel klein groepje op dit moment. Dus de werkgroep Fairtrade bestaat uit 3 personen en 2 ambtenaren van de gemeente. Ja. We zouden best wel wat meer vrijwilligers in ons groepje juist willen hebben. Juist daar zouden meer mensen bij kunnen? Ja. Ja. Maar 2 keer per jaar is er een thema en een Fairtrade week. En dan organiseren wij iets. Bijvoorbeeld eind vorig jaar ging het over fashion. Toen hebben een heleboel winkels hun etalages mooi ingericht met duurzame artikelen. Of in ieder geval kleding dat iets van een Fairtrade tintje had. En prijzen zijn uitgereikt. Begin dit jaar was het thema horeca en hebben een heleboel restaurants meegedaan. Dus maar die mensen moet je dan verzamelen, dat is de taak van de werkgroep? Ja. Ja. En dan zeg je, wij zoeken daar meer vrijwilligers. Ik snap dat er een heleboel werk gedaan moet worden. Kun je die niet vinden binnen de wereldwinkel? Dat is nee, toch een... gek genoeg niet, nee. Nee. In mijn winkel niemand. Nee. Dat dus lukt niet. En er is geen overlap tussen de winkel en de werkgroep. Nee, het gaat ook best wel ver. Verwacht je wel weer animo? Zijn er al mensen die zeggen, ik wil me daar wel bij aansluiten? Want je moet gemotiveerd zijn. Je moet gemotiveerd zijn. En sommige mensen hebben iets met de horeca. Dus met eten, koken en leuke gerechten klaarmaken. En die gaan dan inderdaad horecaondernemers benaderen en vragen of die mee willen doen. En anderen die zijn weer met fashion bezig en met kleding. Dus die zetten zich weer voor een andere week in. Dus tot nu toe lukt het om allerlei activiteiten georganiseerd te krijgen. En onze volgende activiteit wordt de Sustainable Development Goals. Ja. Stel dat mensen nu geïnteresseerd zijn geraakt. Waar kunnen ze zich melden? Waarschijnlijk bij Sam wel zijn. Bij Sam, ja. En ook bij de Wereldwinkel? Of is dat niet de goede plek om te zeggen, ik wil meedoen hiervoor? Er is ook een stichting Fairtrade. Daar zit Marlou Min in. Dus voor de bodegravers, denk ik, een bekende persoonlijkheid, kunnen zich bij haar melden. En wat we ook tot nu toe met enig succes hebben gedaan, is dat we gastlessen geven op scholen. Ook als vrijwilligers? Ja. Het is best wel veelomvattend, hè, dat werk. Dus bij de Beatrixschool hebben we wat gedaan en nu recent in Waarder bij de Prins Willem-Alexanderschool. En we gaan volgende week naar de Wereldwijde School. Dus ook proberen we de jeugd mee te krijgen en bewustzijn te geven. Ja. Hoeveel tijd ben jij zo daarmee bezig, Inge? Al met al deze activiteiten? In de winkel heel veel tijd. Werkgroep Fairtrade vergadert eens in de maand. Okay. Dus dat is een middag. Maar het is de moeite waard voor je, in jouw leven in elk geval. Ja. En je zou dat iedereen willen aanraden, mag ik dat? Ja, ik vind de combinatie van de twee, ook al staan ze los van elkaar, ik vind het erg leuk en inspirerend. Ja, ja. Zeker. Leuk en inspirerend. Ik hoop dat je andere mensen ook hebt weten te inspireren. Dankjewel voor dit gesprek. Bedankt. Esme, we hebben hier een aantal vrijwilligers gesproken. Wij hebben lang gesproken bij vrijwilligers in Bodegraven. We hebben geconcludeerd dat er zo'n 10.000 vrijwilligers al actief zijn. En er zijn nog steeds vacatures. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Hè. Waar zouden mensen zich kunnen aanmelden? Ja, we hebben alle vrijwilligersvacatures op onze website staan. www.sanwelzijn.nl/vrijwilligerscentrale. Nou, in de hele maand december kan je alle vrijwilligersvacatures ook tegenkomen door de hele gemeente heen. Nou, in de vorm van deze slingers. Ja. Maar als mensen ook nog een vraag hebben over een vacature of even er niet uitkomen op het internet om de juiste contactgegevens te vinden, kunnen ze altijd contact opnemen met Sam via 0172
614-500. Wel even opletten, telefoonnummer is tussen 9 en 11 op werkdagen bereikbaar. Ja, ja, jullie zijn niet altijd daar, hè? Esmee, als jij nog één boodschap hebt aan mensen die vrijwilliger willen worden, wat zou je ze willen toevoegen? Nou, ik zou toch echt vooral, als je denkt van nou, vrijwilligerswerk is misschien wel wat voor mij, kijk dan vooral naar wat zijn je hobby's, wat vind je leuk om te doen, want eigenlijk past er bij elke hobby wel een vorm van vrijwilligerswerk. En als je zegt van, ik kan het zelf niet vinden welk vrijwilligerswerk erbij past, neem even contact op met ons en dan kijken wij met je verder. BR6, omdat we lokaal betrokken zijn. Nu en in de toekomst.